Hoi. Ja, ik sta hier tijdens een wandeling. En achter me, dat is het mooie, ik denk dat je het zo wel kan zien. Zie je in het strakke water de spiegelingen van de mooie lucht. En toen dacht ik, hé, dat is wel interessant. Want spiegelingen, ja, die kom je misschien wel vaker tegen. Misschien wel zonder dat je weet dat het spiegelingen zijn. Want hoe ik er tegenaan kijk, is als jij dingen in je leven meemaakt, mensen ontmoet, zijn het eigenlijk allemaal spiegelingen van je, ja, hoe je van binnen eraan toe bent. Dus dat is misschien wel interessant om eens zo naar de wereld te kijken. Dat je niet denkt van, oh jeetje, waarom heb ik nou zo'n boze buurman? Of waarom gebeurt me dit nou? Maar dat je dan eens gewoon gaat kijken van, hey, wat wil mij dit vertellen? En welke spiegeling van binnen zie ik nu buiten mij? En dan kan ik je verklappen dat de wereld wel een stuk interessanter wordt. En dan is het natuurlijk niet zo dat je dan moet gaan denken, ja, weet je, alles is mijn schuld en het is eigen schuld, dikke bult. Want dan ga je er op een negatieve manier mee om. En dat werkt voor mij in ieder geval niet helpend. Dus het zou, ja, als je daar op een neutrale manier naar kan kijken, dat je wel ziet dat het spiegelingen zijn van iets wat in jou leeft, of juist wat meer in jou mag gaan leven. Maar dat het niet gaat over schuld of onschuld, of gaat over daders, slachtoffers. Maar dat het gewoon gaat allemaal over observeren. En daarbij ook meteen betekent ook niet dat je daar niets aan hoeft te doen. Dat je kan zeggen, oh ja, weet je, het is prima dat mijn baas me pest. Of het is heel goed dat die klant me belazert. Nee, dat is natuurlijk, daar heb je last van. Dat is vervelend. Maar het is goed om tegelijkertijd, zeg maar, actie te ondernemen. En tegelijkertijd te gaan kijken van, ja, wat is er nou in mij? Dan ga ik weer eventjes naar het water, want dat zie je heel mooi. Wat er nou in de buitenwereld wordt gespiegeld. Ik ben benieuwd naar je reactie. Ik ben benieuwd op welke spiegelingen jij tegenkomt in je leven.